Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Mijn Hans de Beste. Vandaag hebben we een nieuwe aflevering van een random game. En vandaag doen we Postscriptum. Het is een soort oorlog game. We gaan eerst de training starten, om te kijken wat voor game het is. Het is gewoon een oorlogsgame, dus waarschijnlijk moeten we... Ja, oorlog shit doen, hè. Maar hopen dat de game het doet. Maar als je dan wat vaak wilt zien, abonneer, reageren en like zeggen. Deze video komen ook straks oude random games weer terug. Omdat het, tuurlijk, we kunnen telkens een nieuwe game spelen, maar uiteindelijk wil je er toch een serie van, leuke series maken. Dus. Maar het is nou de hoop dat deze start. En we zijn er weer. We moeten nou. We moeten een site kiezen. Nou, we gaan wel voor de Eagle. En wat doen we? De infanterie. We zijn gewoon armed, hè. Ja. We gaan gewoon armorten. Nou, en... Close. Oh, let's spawn. Nou, waar kan ik... Mag ik spawnen? Select een spawn point, oké. Ja. Mag ik dan ook hier spawnen? Oh, spawn confirmed. Oké. Oh, game, jij gaat met lopen. Oh, shee. Welcome to the infantry. In this section, we'll show you the basics of becoming an effective member to our infantry regiment. In the area, you'll find boards with information on proper firearm handling, communications, heavy weapons, and reinforcements. Take your time and read the information on each of the boards. Good luck. Nou, ik wil gewoon gas geven. Medication, bla bla bla. Nou, waar is de frontline? Oké. Ik wil gewoon gaan oorlog voeren. Maar ook heel de game ontbijten. Oh nee, dat is gewoon een spawn point. Right. En nou. Hier. Wel lekkere sound effects. En even drie keer een M1 rand pakken en dan. Oh, ik denk dat we gewoon deze ruim moeten pakken. Oeh, hebben we de M. Ja, we hebben een M1 rand. Ja. Bam. Bam. Oh, lekker satisfying geluidje. Satisfying geluidje van de M1 Grand. Oh, wel mooi dat hij hierin zit. Waarom is zo'n FPS iets te hoog? Oh. Mooi satisfying geluidje. Hang op een. Oh shee. Nou, we hebben ook. Oh, de Springfield hebben we ook. Ah. Ja, dat is gewoon one shot en dan. Reload. Oh nee, dat is one shot en dan moet de huls eruit. Ja, nee. Oh, ik heb wel een bordje om. Maar de M1 Garand blijft toch het leukste. Pa, ja. En wat hebben we hier nog meer in de game zitten? Oh, shit. Nou, we zijn... Ja, dat is van de United States. Ja, de German en de Duitsers hebben ook... Vet dingen, die hebben de vlammenwerfer en de panzerschrikker. Ja, de kar. Dat is van hun en... Ja, de PV. Dus ja, dat hebben we ook weer gezien. De heavy weapons. Ja, dan heb je de artillery.
Dat is de andere. Oh, nee. Wacht. Misschien wil ik aan de. Wacht. Oh nee. Huh? Reset. Oh, wat? Oké, ik heb het gesloten. En je hebt de autootjes. Map up. Nice. We go on the trip. En dan heb je armored. Oh, zijn er ook tanks? Oh my god. Ook tanks, dat is mooi. Eerste indruk heeft het eigenlijk als een best wel leuke game. En dan heb je support en dan... Oh, ook leuk. Oh. Een obstakel course. Wow. Deze niet om te gebruiken. Ik miet er net mijn auto weg. Ja, even. Satisfying randgeluid moet je gewoon af en toe. Dat moet af en toe. Ik denk dan even gewoon 60 knallen. Oké. Veel de views. Nee, gewoon al in first person. Nou, een parcoursje. Training. Oké, het is dat frame rate even een kick af. Jee. Anders was het gewoon clean, maar. Of niet? Repair. Kan ik creperen? Dat, oh. Een armse are not allowed to use this pipe. Oh, ik heb een range. En... Maak het. Wacht. En try repair the lady. Ja. Yeah. R, G. Oh, ik kan ook. Maar. Ja, ik kan ook liggen en gewoon zo schuin, maar ik kan niet repareren. Misschien omdat ik ook niet de bevoegdheid ervoor heb. Om te repareren. Nou, dan gaan we verder. Vehicle recovery. Ja. Yeah. Ik had eigenlijk gewoon infanterie moeten doen. Waarschijnlijk. Ach ja. Heb je nog iets? Het is wel een gave intro. Een leuke training. Oké, geen sound effects bij het water. Dat is hier. Ja. Dat is allemaal jammer. Dat is dan weer jammer, maar... ja. Links, rechts, rechtdoor. We gaan rechtdoor. Oh. Het is al best wel een goed punt, kan ik zien. Ja. Dit gaat soepel. Maar kan ik nog wisselen van wapen? Misschien heb ik nou altijd de range. Ja, hier is niks bijzonders. Nee, ik had ik nog tactisch kunnen knallen. Als ik een wapen had. Maar ja, die heb ik niet meer dus. Helaas, helaas. Maar ik denk dat dit de training wel was. Ik moest echt gewoon laten zien van, hey, dit is de game. Dus ja, ik kom play online. Dus ik zie je in het volgende potje. C'est un triton qui nous a buté, hein, on est d'accord? Ah oui, il est mort, notre triton, il est encore là. Ah, on a du mouvement ouest. Il y a plein de monde devant. Ik kijk even, we zijn er weer en ik heb weer. Ça va, vous êtes là? Ah, maar hey, pour de bonnes infos, c'est tirant.
Je zit er weer een Franse. Nice. Pas con. J'ai pas eu. Nu is het volgende. En fait, y'a zoeken. Skolik. Qui... Enfin voilà. Want like, wie ben ik ook? Daar ben ik en ik moet die kant op. Oké, leuk. Ik wou zeggen, ik pak mijn auto. Alors, c'est bien beau d'avoir des tanks. Y'a un Cromwell qui arrive. Mais faudrait qu'ils savent bah, tirer quoi. Il est où la T là? On a un Cromwell qui arrive sur la place. Je suis mort. Yo, yo, yo. Ah bah, le bravo. Tâté, il est parti de l'autre côté. Mais non, mais pourquoi vous êtes là vous deux? Un poupé devant moi là. C'est vous qui suivez les normes. Faut tout là parce qu'il y a okay, heel niks aan. Ah, dat is ook nog een leuk M1-rand. Of ja, geen M1-rand, maar. Dat is een kling. Ah, c'est close là. Dus het is nog enigszins, maar. Ça va arriver sur une auto. Gaat er zo'n dummy in zitten. Ouah, c'est. On va weer se replier vers le point. Maar misschien kan ik nog in deze vrachtwagen rijden. Non, mais... Yo. Avec les co-véhicules, on a. Si on a la tête, c'est toi. Qui est mort. Bah, faute. On y est. Let's go. Et non, on a le MSP derrière que j'ai placé. Je meen dat deze. Ah, le char, il va peut-être pouvoir faire quelque chose. Demande-lui de canarder. J'ai glitch. Ah, il va se déplacer pour le Cromwell qui se trouve plus loin. Non, regarde, il tourne vers. Voor mij is hij glitched. Ik heb lekker banden, maar. Die glitched is. Nee. Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van mij als de beste. Vandaag hebben we een nieuwe aflevering van een random game. En vandaag doen we Postscript. Het is een soort oorlog game. We gaan eerst de training starten, om te kijken wat voor game het is. Het is gewoon een oorlogsgame, dus waarschijnlijk moeten we... Ja, oorlog shit doen, hè. Maar hopen dat de game het doet. Maar als je dan wat vaak wilt zien, abonneer, reageren en like zeggen. Deze video komen ook straks oude random games weer terug. Omdat het... Tuurlijk, we kunnen telkens een nieuwe game spelen, maar uiteindelijk wil je er toch een serie leuke series maken. Dus... Maar het is nou de hoop dat deze start. En we zijn er weer. We moeten een site kiezen. Nou, we gaan wel voor de Eagle. En wat doen we? De infantry. We zijn gewoon armed, hè. Ja. We gaan gewoon armed, hè. Nou, en... Close. Oh, let's select span. Nou, waar kan ik? Mag ik spannen? Select een span point, oké. Okay. Ja. Mag ik dan ook hier spannen? Oh, span confirmed. Oké. Game, jij gaat met lopen. Oh, shee. Welcome to the infantry. In this section, we'll show you the basics of becoming an effective member to our infantry regiment. In the area, you'll find boards with information on proper firearm handling, communications, heavy weapons, and reinforcements. Take your time and read the information on each of the boards. Good luck. Ik wil hem vastgeven. Medication, bla bla bla. Nou, waar is de frontline? Oké. Ik wil gewoon gaan oorlog voeren. Maar ook heel de game ontbijten. Oh nee, dat is gewoon een spawn point. Ja. Right. En nou. Ja. Lekkere sound effects. En even druk in de M1 garant pakken en dan. Ik denk dat we gewoon deze ruim moeten pakken. Oeh, hebben we de M. Ja, we hebben een M1 garant. Ja. Bam.
satisfying geluidje. Satisfying geluidje van de M1 kwadrant. Oh, wel mooi dat hij hierin zit. Maar FPS iets te hoog. Oh, dat is mooi satisfying geluidje. Hang op een. Hoshi. Nou, we hebben ook. Oh, de springveld hebben we ook. Ah. Ja, dat is gewoon one shot en dan reload. Oh nee, dat is one shot en dan moet de huls eruit. Ja, nee. Oh, ik heb wel een bordje om. Maar de M1 Garand blijft toch het leukste. Ja. En wat hebben we hier nog meer in de game zitten? Oh, shit. Nou, we zijn... Ja, dat is van de United States. Ja, de German en de Duitsers hebben ook vet dingen. Die hebben de vlammenwerfer en de panzer... De panzer... Nee? Ja, de panzerschreger. Ja, de kar. Dat is van hun en... Ja, de PV. Dus ja, dat hebben we ook weer gezien. De heavy weapons. Ja, dan heb je de artillery. Artillery. Dat is de artillery. Oh, nee. Wacht. Misschien wil ik aan de... Wacht. Oh, nee. Huh? Reset. Oh, wat? Oké, ik heb het gesloten. En je hebt de autootjes. Map up. Nice. We go on the trip. En dan heb je armored. Oh, zijn er ook tanks? Oh my god. Thanks, dat is mooi. De eerste indruk heeft het eigenlijk als een best wel leuke game. En dan heb je support en dan... Oh, ook leuk. Oh. Een obstakel course. Wow. Deze is niet om te gebruiken. Ik miet er net mijn auto weg. Ja, even. Satisfying emigrant geluid moet je gewoon af en toe. Dat moet af en toe. Ik denk dan even gewoon 60 knallen. Oké. Veel de views. Nee, gewoon al in first person. Nou, een parcoursje. Training. Oké, het is dat frame rate even een kick af. Jee. Anders was het. Anders was het gewoon clean, maar. Of niet? Repair. Kan ik repareren? Dat, oh. Een armse are not allowed to use this pipe. Oh, ik heb een range. En... Maak het. Wacht. En try repair the... De prepared lady. Ja. R. G. Oh, ik kan ook. Maar. Ja, ik kan ook liggen en gewoon zo schuin, maar ik kan niet repareren. Misschien omdat ik ook niet de bevoegdheid ervoor heb. Om te repareren. Nou, dan gaan we verder. Vehicle recovery. Ja. Yeah. Ik had eigenlijk gewoon infanterie moeten doen. Waarschijnlijk. Ach ja.
maar... Heb je nog iets? Het is wel een gave intro. Een leuke training. Oké, geen sound effects bij het water, dat is... Ja. Dat is dan jammer. Dat is dan weer jammer, maar... ja. Links, rechts, rechtdoor. We gaan rechtdoor. Oh. Het is al best wel een goed puntje, kan ik zien. Ja. Dit gaat soepel. Maar kan ik nog wisselen van wapen? Misschien heb ik nou altijd de range. Ja, hier is niks bijzonders. Nee, ik nog, had ik nog tactisch kunnen knallen. Als ik een wapen had. Maar ja, die heb ik niet meer dus. Helaas, helaas. Maar ik denk dat dit de training wel was. Ik moest echt gewoon laten zien van, hey, dit is de game. Dus ja, ik kom play online. Dus ik zie je in het volgende potje. C'est notre icon qui nous a buté, hein, on est d'accord? Ah oui, il est mort notre... Non, il est encore là. Ah, on a du mouvement ouest. Ah, il y a plein de monde devant. Even kijken, we zijn er weer en ik heb weer... weer... Ça va, vous êtes ah, maar hey, pour de bonnes infos, c'est tirant, hein. Je zit er weer in Fransen. Nice. Pas con... J'ai pas nu is het volgende, zoeken. Scolid qui a... Enfin, voilà. Want, like, wie ben ik ook? Daar ben ik en ik moet die kant op. Oké, leuk. Ik wou zeggen, ik pak mijn auto. Alors, c'est bien beau d'avoir des tanks. Y'a un Cromwell qui arrive. Mais faudrait qu'ils savent bah, tirer quoi. Et il est où la T là? On a un Cromwell qui arrive sur la place. Je suis mort. Yo, yo, yo. Ah bah, la T il est parti de l'autre côté. Mais non, mais pourquoi vous êtes là vous deux? Un pompier devant moi là. C'est vous qui suivez pas les rues énormes. Ik heb helemaal niks aan. Ah, dat is ook nog een leuk M1-rand. Of ja, geen M1-rand, maar dat is een kling. Ah, c'est close là. Dus het is nog enigszins, maar. Ça va arriver sur une auto. Gaat er zo'n dummy in zitten. Ouah, c'est. On va vite replier vers le point, plus doucement, je pense. Ja, misschien kan ik nog in deze vrachtwagen rijden. Normaal. Joh. Avec les co-véhicules.